van de vorige keer. Volgens onderzoeksbureau Ipsos had hij tegen 4 uur 43% van de kiezers al gestemd, tegenover 37% in 2012. Het wordt ook weer drukker bij de stembureaus op de treinstations, omdat veel mensen klaar zijn met werken en naar huis gaan. Vanochtend stonden er soms lange rijen op de meer dan 60 stations waar kon worden gestemd. Alle lijsttrekkers hebben inmiddels al een vakje rood gekleurd. Premier Rutte die stemde op de nummer 2 van de VVD.